Dag voetballiefhebbers, welkom bij Friday Night Foot, het B-Win Betting Insights programma van Eleven uh, Pro League. En we zijn weer samen met uh, Frank Boeks, die in de B-Win uh, zetel heeft plaatsgevonden om uh, ja, te gaan vooruitblikken naar de komende speeldag. Uh, Frank, hartelijk welkom. Dank u. Uh, over de var gaan we het vandaag niet hebben, want dan liggen we gewoon zeven minuten stil. Dus we gaan er meteen in vliegen en dan doen we met de clash van de week. En de clash van de week, dat is dit weekend antwerpen Brugge. En hier mogen we toch wel spreken, Frank, van een echte clash. Al hebben we ja, toch een paar kanttekeningen. Eén die zware Europese sanctie voor Antwerpen. En twee de zware nederlaag van Club uh, uh, tegen Manchester City. Gaat dat, gaat dat nog ergens doorwegen die twee elementen? Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk uh, dat de spelers en de clubs wel uh, genoeg focus zullen hebben om deze wedstrijd afzonderlijk te zien als een belangrijke wedstrijd. En al dit, uh, ja, uh, de neven, uh, het nevige doel, laten we het zo maar stellen, uh, ja, niet aan te denken. Want deze wedstrijd is te belangrijk voor, die, uh, ja, voor de ambities dat deze clubs uh, alle twee hebben. Wat Club Brugge, een zware nederlaag, uh, dan zeg je... Dat gaat misschien toch in het hoofd zitten. Of zeg je van, ja, het is tegen Manchester City. Je moet daar ook niet meer van maken dan het is. Nee, je moet er inderdaad niet meer van maken dan het is. Want je speelt tegen een van de beste uh, ploegen ter wereld. Als je dan uh, ja, een pandoering krijgt, dan is het... Uh, dat mag geen verrassing zijn. Dus als dat... Uh in de competitie voorgehad en ze moesten dan opnieuw in, in, in Antwerpen gaan spelen, had hij misschien gezegd, ja, oké, okay, dan kan het in de hoofdjes kruipen, maar nu gaan de spelers en de, de staf zeggen van, ja, dit kan gebeuren, dit is een normaal parcours uh, om te rijden binnen, uh, binnen die Champions League. Want vorig weekend twee leuke dingen gezien. Ruud Vormer, uh, die zich ja, sportief revancheert, zeg maar. Ja. Uh, en en de, 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 de intrede van Izquierdo die, die warm onthaald werd. Leuk om te zien. Ja, vooral uh, ja, voor Ruud Vormer, hè, die toch wel uh, redelijk uh, misnoegd was, zijn kapiteinsband wou inleveren, uh, omdat hij niet mocht starten in de Champions League. Wat dat dan ook tegen Manchester City niet het geval was. Dus uh, uiteindelijk heeft hij gesproken met zijn voeten, maar was het niet uh, luid genoeg, blijkbaar met twee doelpunten. Uh, maar ik verwacht wel dat hij dan wel gewoon in de topper tegen Antwerpen uh, zijn ploeg op sleeptouw zal moeten gaan nemen. Antwerp dan? ja. Verrassend dat hij na acht competitie matches onder nederlaag. In te ging geen verliezen. Ja, en dat was ook echt uh, geen goede wedstrijd van Antwerpen. Ze kwamen uh, niet echt in hun spel. Uh, wel met een fantastisch doelpunt van Benson, maar verder hebben ze heel weinig kansen gecreëerd. En ze gaven er ook uh, ja, twee of drie weg. Dan, uh, dan weet je dat, het, uh, ja, dat de balans wel eens kan negatief eindigen op het einde van een wedstrijd. En uh, het is niet de eerste keer dat Antwerpen uh, niet fantastisch spelen, maar deze keer pakten ze de punten niet. En dat is dan weer wel een verrassing, want ze hadden daarvoor 15 op 15 gehad. Bij Bwin zien we 3,50 tegen 1,90, zelfs 4,10 voor een gelijkspel. Met andere woorden, bijna zekere winst voor Club. Voorspel jij dat ook? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat Club uh, een ploeg is die in de toppers toch altijd iets meer kan. En als uh, Antwerpen bij de keel kunnen grijpen, dan gaan ze er ook overgaan. Natuurlijk. Uh, Moeten ze dan nog doen? Want op andere leg hebben ze het ook niet echt gedaan. Dan was het ook een beetje een, ja, een schaakpartij op een gegeven moment? En dan mogen ze het er niet van, van maken bij Club Brugge. Want ik denk dat hun kwaliteit net is om die, die drive en die, die snelheid in de wedstrijd te, te houden. Wat is jouw uitslag? 1-3. 1-3. Oh, dat is wel duidelijk. Up uh, Union. Dat is onze tweede match in de kijker. En bij Union hadden we al van Zijren en uh, Undaf moeten we zeggen als kanonnen. Daar mogen we metoma aan toevoegen aan scorensvermogen. vermogen geen gebrek bij Union. Nee, absoluut. Je zou uh, bijna met twaalf moeten gaan spelen om al die spelers een plaats te kunnen geven. Dus het is uh, fantastisch leuk om te zien, ondanks dat hun eerste helft uh, afschuwelijk slecht was, uh, nonchalant, laks, geen duels. Maar dan komen ze met tien uit die kleedkamer en ik weet niet wat uh, Mazou gezegd heeft, maar dat heeft gewerkt. Dat heeft uh, fantastisch werk uh, opgeleverd en fantastische dingen laten zien met tien man. Uh, ja, elk duel gewonnen, elk pressiemoment aangegrepen. Uh, ja, 100% gas gegeven. en Dat heeft geloond, want ze hebben nog vier keer gescoord in ja. die tweede helft met tien man. Een geweldige remonte. 0-2 achterstaan mm. met een man minder. Niet panikeren, zaakje recht zetten. Uh, erop en erover. Ja, dat kan je alleen maar bewonderend naar kijken. Ja, absoluut. Het was, het was een plezier om, om te kijken naar die wedstrijd. Ook omdat het contrast tussen de eerste helft en de tweede helft uh, bij beide teams enorm groot was. Maar gewoon ook, je verwacht dan Van zij en Undaf, zoals je zegt. Maar ineens komt er toch een nieuwe jongen in, Mitoma En plots gaat die drie keer scoren. En laat die van allemaal mooie dingen zien. Dus ze hebben daar een goede kern, maar ook blijkbaar wel een brede kern. Zodanig dat je ook kan gaan wisselen wanneer er vermoeidheid toeslaat. Eupen, een beetje parallel verhaal, maar iets genuanceerder. Want het liep vorige week tegen Gent aan. Ja, daar komen ze. Ja, terecht op achterstand, maar wel op een bizarre manier, want het was ook geen penalty op, op Bezoes. En dan heb je een andere wedstrijd, als je de rust kan ingaan met 0-0, dan kan je misschien even herbronnen in de kleedkamer, dan kom je misschien toch buiten met goed voetbal. Maar nu is Eupen er eigenlijk niet in geslaagd om, om zijn voet naast die van Gent te zetten. Dus Gent heeft die wedstrijd 100% verdiend gewonnen. Maar Eupen was niet het Eupen dat we al gezien hebben in de voorbije weken. Uh, nog geen enkele keer 0-0 gespeeld, hebben En nog maar in één competitiematch niet kunnen scoren dit seizoen. Dat zegt ook iets. Ja, dat zegt dat, dat Gent goed verdedigd heeft eigenlijk. Dus, uh, ik verwacht ook dat Eupen misschien wel een, een, een beetje zal terugzakken in het klassement. Want ik denk niet dat ze dat week na week, die goede prestaties van bijvoorbeeld tegen Genk, dat ze op het einde nog scoren, uh, dat ze dat week op week gaan kunnen volhouden, denk ik. 93 uh, geeft Bwin een voorwinst van Eupen. 390 voor een gelijkspel en 1,83 voor een Brusselse zege. Dus dubbel duidelijk voordeel voor Union. Ja, ik denk dat dat ook de verhoudingen zijn in, het, uh, in kwaliteit binnen die ploegen. En daarom ga ik ook voor, nou, ik zal het een tweede keer zeggen, 0 voor Eupen en 2 uh, voor Union. 2 voor Union. Racing Genk AA Gent is een wedstrijd met een hoge g-factor. De g van goed gespeeld of goed geprobeerd. De keuze laat ik aan jullie over. Voor welke keuze ga jij Frank? Ja, geef maar even die twee ploegen, goed gespeeld dan. Goed gespeeld? Ja, ik denk dat het een aangename wedstrijd kan worden. Want Genk al een paar weken met sputterende motor, goed voetbal, dat wel, maar ja, de resultaten komen er niet. Ja, de efficiëntie is even weg. Van die, die voorlinie die heel vaak bejubeld wordt, komen de doelpunten eventjes niet. En dan ja, kan je wedstrijden verliezen en nu hebben ze denk ik drie op rij verloren. Dat kan beginnen in de spelen als je nu een thuiswedstrijd opnieuw zou moeten verliezen. Uh, en Gent daarentegen moet volle bak uh, ja, weg van de plaats waar dat ze staan. Ze hebben dat nu gedaan met een thuiswedstrijd, maar thuiswedstrijden wordt je verondersteld om te winnen als je wilt meedraaien bovenin. Dus nu moeten ze ook buitenshuis gaan doen en dan is Genk een, uh, ja, mentaal een heel goede opstap, moest dat lukken. Ja, want voor Genk, de achterstand op de lijst is nu vijf punten. Dat is nog geen drama, maar het is al wel een kloofje. Het is een kloofje, maar dan, ja, ik zeg het, thuiswedstrijden moet je winnen. En dat geldt zowel voor, uh, voor Genk. En als je dan, uh, Gent zijnde, ja, wilt uh, dichterbij komen, ja, dan moet je gaan uh, uitwedstrijden winnen op, uh, ja, op moeilijke plaatsen, zoals Genk toch, uh, toch wel is. Gent had dringend nood aan die zegen. pakt hem tegen Eupen. Ja, dat moet deugd gedaan hebben. Dat is een mentale boost dat die krijgen. Ja, ook gewoon uh, het aantal kansen dat ze creëerden in die wedstrijd was, uh, was fantastisch. Uh, de Poitrine had er denk ik zes nodig om eentje te scoren in... in in de tweede helft. Uh, maar ze creëren ze wel. En dat is wat uh, volgens mij hun trainer ook tevreden moet stellen. Uh, ze willen dominant voetbal spelen met kansen. Uh, ondertussen niks weggeven. Dus dat was eigenlijk een redelijk ja, collectief uh, fantastische prestatie. Alleen is het een, ja, als je dan een keer met 4 of 5-0 wint, dan heb je ook ja, de totaalprestatie. En nu is het, ja, we komen er, maar net niet genoeg gescoord. Als ze dat nog gaan kunnen ombuigen, dan, dan gaan ze wel snel sprongen maken in het klassement. 2-0-5 tegen 3-25 zien we bij B-win. Dus Genk krijgt zoals verwacht een beetje een thuisvoordeel in een match waarbij de ploegen eigenlijk, laten we eerlijk zijn, de drie punten nodig hebben. Ja, klopt. Uh, en ik denk dat uh, Genk toch wel uh, een beetje opgenaaid aan deze wedstrijd zal beginnen. Dat ze uh, ja, die verliezen moeten verteren. En dat uh, Van den Brom op het eergevoel zal gaan spelen. En ik denk dat dat misschien ook wel kan werken in een thuiswedstrijd met publiek. En daarom zeg ik uh, 2-1 voor Genk. 2-1 voor uh, Genk. Op naar de best of the rest. Serijn Charleroi. Onze match van vanavond ziet er bij Biwin goed uit voor Charleroi. Want uh, 3-10 tegen 2-15. Wat zeg jij Frank? Uh, ik zeg dat het een heel verplaatsing is naar Charleroi en dat Charleroi uh, moeite zal hebben met het spel te maken, uh, dus ik zeg daarin 1-1. Voor uh, Cercle Cirkel, uh, Brugge standaard beter zien we 255 tegen 260 bij Wiemen, een zeer miniem verschil. Ja, een zeer miniem verschil en ik denk dat dat zich ook zal resulteren in het eindresultaat. Uh, cerkelen spelen wel heel goed voetbal, staan daar uh, ook een, een lange tijd in, uh, in die eerste wedstrijd onder Elsner. En ik denk dat ze het deze keer niet uit de hand gaan geven als ze op voorsprong komen, dus daarom zeg ik 1-2. 1-2. KV Mechelen krijgt Zulte Wargem op bezoek. Kan Maliwa de winning streak verder zetten? Of surft Zulte Wargem verder op de golf die ze vorig weekend hebben gevonden? B-Win denkt alvast het eerste. Want het plaatst 1-63 voor Mechelen tegenover 4 40 voor SCV. Dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. En ik denk dat dat in mijn score eigenlijk ook zo zal zijn. En dat is dan 3-0 voor KV Mechelen. Want ik vond... Ja, ze zullen te defensief spelen tegen, tegen, uh, tegen Antwerpen. Excuseer. En ik denk dat ze toch iets aanvallender gaan moeten spelen om, uh, ja, om doelpunten gaan te maken. Het kan niet elke week twee kansen, twee doelpunten zijn. Ja, en dan hebben we met Kortrijk Oostende een West-Vlaamse derby. Die, als we B-win volgen, in het voordeel van de Kortrijk Zane gaat uitdraaien. 2 20 voor thuiswinst, 3 voor een Oostendse zege. Wat zeg jij, Frank? Nou, ik verwacht daar een heel open uh, wedstrijd met veel uh, kansen. Uh, KVK thuis is altijd wel leuk om te zien. KVO-Oostende wilt hoog druk zetten. Dus ik uh, zeg daar uh, een 3-2 overwinning voor Kortrijk. Dan hebben we Beerschot, dat moet naar Anderlecht. En de ommekeer wordt daar niet meteen verwacht bij. Bwin 1-32 tegen 8-75. Ja, Beerschot lijkt wel een beetje het varken dat geslacht gaat worden. Zie je het zo'n vaart lopen? Uh, nee, ik wil Beerschot zeker nooit afschrijven. Maar ik denk wel dat ze, met, gezien hun situatie op bezoek in Anderlecht, dat het een moeilijke wedstrijd zal zijn. En dat ze ook daar hun punten misschien niet moeten gaan halen. Dus ik denk... Uh, dat anderlecht daar een, een 3-0 thuisoverwinning gaat boeken. Wat ik heb eens dieper gekeken en met een 0-1, 0-2 of 0-3 zou je 15,5 en een halve keer je inzet kunnen winnen. Een 0-1, het zou zo maar kunnen. Ja. Maar ze hebben dit seizoen eigenlijk nog maar weinig gescoord en één punt gepakt. Dus uiteindelijk speelt dat ook mee. En ik denk dat het vertrouwen binnen die, binnen die club en binnen die ploeg toch op een lage zit op dit moment. En anderlecht gaat het thuis niet laten liggen. Dat weet je nooit, maar ik denk dat Anderlecht te veel gelijk gespeeld heeft. Omdat ze ook opgenaaid aan die aftrap zullen komen. Omdat ze weten dat ze thuis de punten moeten pakken. Ja. En tenslotte hebben we OHL-STVV met 2 tegen 3. Hebben we daar een licht thuisvoordeel voor de mannen van Mark Breijs. Ja, klopt. Ze staan goed in de organisatie, maar scoren ook ontzettend moeilijk. En daarom STVV, die toch wel een ploeg is met, met bijters, met vechters, met een goede spirit in die ploeg. Uh, veel duelkracht en een goede counterploeg. Dus ik uh, heb daar voor de verrassing gekozen en uh, 0-1 voor STVV. Oké, okay, 0-1, laatste uitslag die Frank heeft voorspeld. Frank, bedankt dat je in onze BWIN-zetel weer hebt komen plaatsnemen en je oordeel hebt geveld. En u, beste kijkers, bedankt dat u er weer bij was. U weet, als u zich registreert op bwin.be dit weekend, dat u een ots boost token tot 100 euro kan krijgen om in te zetten op de clash van de week. Veel succes, veel kijkplezier en tot volgende week.